superveel gegeten. Dus ik dacht, goh, misschien wordt het wel pikant, pas ik het niet. Maar het is toch allemaal erbij. Oh, dat moet ik niet doen. Oh, nee, dat moet ik dus niet doen. What's up, it's your girl Sanji en welkom terug op mijn kanaal. Vandaag gaan we weer een lekkere shoplog doen. En eigenlijk is deze shoplog heel erg toevallig. Want ik had laatst wat besteld bij Fashion Nova. Daar heb ik al eerdere video's over gemaakt. En ik had toen laatst nog een bestelling gedaan. En ik dacht van nou, even kijken waar mijn bestelling precies is. Ik log in op Fashion Nova en ik zie het. Bam! Een samenwerking met niemand minder dan Megan Thee Stallion. Precies, echt. En ik dacht, nee, ik moet dit nu halen. Ik gelijk iets besteld en het is nu binnen en ik ga het nu aandoen. Ik vind het echt super dope. En ik weet niet of jullie Megan kennen, maar zij is echt super savage. Kijk maar even mee. Dus nu ga ik kijken wat voor pikante dingen ze heeft. Heel veel dingen waren al uitverkocht. Ik heb net weer even gekeken. En ik zie dat sommige dingen nog maar in een paar maten zijn. Sommige dingen worden dan nog aangeleverd, sommige dingen niet. Dus als je iets wil hebben van deze lijn, zal ik snel zijn. Want het is elke keer weer hopen dat jouw maat ertussen zit. En ik ga gewoon kijken wat het allereerste is wat deze savage dame met mij gaat doen. Oké. Dit is nogal doorschijnend. Dat had ik niet verwacht. Ja, het is dus een broekprint. En het schijnt gewoon helemaal door. Ik denk ook niet echt dat dit is wat je eronder moet dragen. Misschien moet je een leuk bruin hemdje onderdragen. Maar alleen je BH. Zie ik mijzelf zo over straat gaan? Nee, toch niet? Nee, het is wel heel dun hoor. Het is eigenlijk geen stof wat je aan hebt. Kijk, oké, van dichtbij zie je dat printje wat beter. Dus ik denk toch misschien dat ik er een soort ondertop op moet dragen. Hij ziet alles er doorheen. Kijk, van achter. Lekker vet pack. Ja, hij zit wel lekker ruim. Ik kan er echt alles in doen. Dit, hupske. Het is dus ook een bodypack, dus hij zit helemaal tot onder vast. Dit is outfit 1. Als ik het zou moeten raten, geef ik het ja niet echt een hoog cijfer. Als ik zo naar kijk, heb ik geen idee wanneer ik het aan ga doen. Daar moet sowieso iets onder. Ik denk dat dit gaat voor een 4. Of ik ben niet zo savage. Of het staat gewoon niet echt bij mij. Ik weet niet precies wat het is. In ieder geval, ik heb nog meer outfits. En het is allemaal best wel in bruine tinten. Ik vergeet dat ik het besteld heb. En best wel allemaal wat printjes, weet je wel. Lekker slang. Nog een slang en nog een slang. Allemaal verschillende soorten. Cobra's, ratelslangen, ringslangen, whatever. Ik heb het. Oké, jongens, we gaan naar outfit nummer 2. Oké. Ik vind deze wel echt heel nice. Hij zit echt heel mooi aangesloten. Bij de armen zit hij wat losser. Ik hou dat wel van dat het bij de armen niet super strak is. Heb je vrijheid. Kijk, deze broek is enorm high waist. Maar eigenlijk is dit een top waar je iets op aan moet wat minder high waist is. Bijvoorbeeld een leren broek. Dat zou helemaal perfect zijn onder deze top. Want, kijk, mijn broek zit gewoon echt vergeten op mijn oksel. Dus je ziet niet wat de bedoeling is van deze top. Dat ga ik nu laten zien. Kijk, als je broek lager zit, ongeveer hier, dan heb je hier dus die uitsnedes die je dan hoort te zien. En dat hoort. En ja, dat is leuk voor een of ander hard feestje waar je naartoe gaat. Wat nu niet doorgaat, omdat we natuurlijk geen feestjes hebben op het moment. Maar zodra het dan weer begint, dan kan het wel. Kijk, nu zie ik een heel klein stukje, maar hier, dat is echt wel een model. Dat het lekker hoog uitgesneden is. En dat komt natuurlijk ook wel een beetje met de trend, wat nu in is. Is dat heel veel dames dan hun string op het moment laten zien. Dat zo boven het broekje. Dat is iets wat je vooral op internet ziet. Zoals bijvoorbeeld Kim Kardashian of dat soort dames hebben gedaan. Kijk maar.
Nou, met zo'n top kan je dat dan heel makkelijk creëren met een iets lagere broek. Hoeft niet per se, want je kan ook gewoon je high-waist broek aan. En dan zie je misschien een heel klein stukje huid hier. Vind je dan niet fijn, kun je nog altijd wat onderaan doen. Deze vind ik echt wel heel leuk. Dit is echt één dat ik denk van ja, ik ga morgen een fotoshoot doen in deze leuke top. Oké, nou we hebben nog een setje jongens. Ik zou zeggen let's go. What's up? Oké, jongens. Wat is hier aan de hand? Bandjes die je niet horen, zeker waar. Maar losse armstukken met een bodysuit. Ja, dit is het allemaal. Gewoon kledij wat je echt met een rok aan moet. Want zo met een broek vind ik het zelf helemaal niks. Met een rok dus wel. Die armstukken vind ik ook heel leuk. Oh, kijk nou. Volgens mij wordt dit om je duim. Kijk nou. Er zit een touwtje en dat is om je duim blijft zitten goed. Dus ik denk dat je duim is. Het zou zomaar een andere vinger kunnen zijn. Nou, ik ga voor mijn duim gaan. Maar er is een probleem hierboven. En dat is hierboven zit dus een elastiek in. Maar het zit helemaal niet strak genoeg. Waardoor het afzakt. Dus eigenlijk is dit pak te groot. En zakt het af bij mijn armen. Ja, nou, als het dan een tijdje afzakt, op een gegeven moment loop je er zo bij. Dus je denkt van, oh, wat hangt daar aan je arm? Oh, ja, dat is geen tas. Nee, dat is mijn armstuk. Hups, oké, omhoog. Dus dat is wel een dingetje. Die zou ik zelf moeten invoegen. En het is natuurlijk waarschijnlijk de bedoeling dat dit dan strak genoeg zit. Dat zo om je armen blijft. Nou, ik zelf heb het idee dat de lijn van Megan Thee Stallion iets groter valt dan wat je van Fashion Nova gewend bent. Dat merk ik tot nu toe wel bij alle stukken. Want ik heb de maat die ik altijd bij Fashion Nova bestel. Dat is 1X. Die bestel ik altijd bij hun. Normaal zit dat goed. Nou, ik had ook nu dat verwacht. Mijn verjaardag was vorige week. Super veel gegeten. Dus ik dacht, goh, misschien wordt het wel pikant. Pas ik het niet. Dus dan wordt het aan de wijde kant. Ja, het zou ik dus helemaal afzien. Het is nu al hier. En dat vind ik jammer. Want je wilt wel echt dat het hier blijft of zo. Weet je, om dan toch een beetje die elegante, sexy schouder te laten zien. Nou, die bandjes, daar moet dus ook nog aan die dinsdag. Ja, die bandjes, daar moet dus ook nog aan die dinsdag. What? Of gewoon een BH zonder bandjes weer. Ja, en ik loop daar wel vaak tegenaan. Ik merk van oké, ik hou gewoon van basic zo BH's. Omdat BH's kopen sowieso wel lastig, vind ik. En dan moet je ook nog eens met allerlei speciale bandjes. Nou, dat is misschien een video voor een volgende keer. Maar ik heb nog één outfit. En ik kan jullie één ding vertellen. Daarvoor gaat de broek wel uit. Zijn jullie er klaar voor? Let's go! De laatste set, jongens. Oké. Waar is het feestje? Wow, dit is echt zo pikant. Ik draag nooit dit soort kleren. Ik hou echt van mezelf te bedekken. Namelijk, oké, set. Je ziet dat ik flink heb gegeten met mijn verjaardag. Ik bedoel, 2% minder buik. En we gaan uit. Jeetje. Dit is wel, het is ook wel echt een soort confrontatie om mezelf zo te zien. Ja, ik moet niet dit doen, weet je, dan heb ik nog even die. Maar ik weet, hè, even een beetje goed hoe die heet en dat is weer een stuk platter. En ja hoor, ik ga wel zo naar een feestje. Damn, oké, ik ben zelf een beetje verbaasd. En in deze, toch wel mijn lievelings, is samen met het truitje die ik als tweede stuk aan had. Ja, het was echt een slangenprintje, maar het heeft allemaal een slangenprint. Maar die hier zat en ook hier helemaal gewoon lekker bedekt. Deze arm warmer, ja, het zijn niet zo warmers, maar arm, handschoenen, whatever we noemen, zitten een stuk strakker. Dus ben ik wel blij, want die blijft gewoon zitten waar het hoort. En ik heb het nu om mijn middelvinger gedaan, het elastiekje. En dat vond ik zelf toch net wat sexier. Dan heb je toch het idee dat het zo... Hello. What's your name, gentleman? Dat idee krijgt. En dat vind ik best wel tof. Nou, eigenlijk kan je daar zelf denk ik wel in variëren. En ja, Megan Thee Stallion, girl. Nou, ik zou zeggen jongens, bestel dit. Ga gewoon lekker savage. Waarom nu in deze tijd? Omdat er geen visas zijn. Gewoon doen. Want ja, je kan het aandoen. Je kan thuis in de spiegel kijken en denken, yes. My lady, ik mag er zijn. Nou, dit was mijn video met alle stukken van Megan Thee Stallion. Vond je dit nou leuk? Zorg er dan voor dat je op het belletje drukt. Subscribe op mijn kanaal.
vergeet niet om even te liken en een comment achter te laten. En ik zie jullie graag de volgende keer weer terug. Much love for your girl, Sanji. Ciao!